verwarde toestand van de straat had geplukt. Volgens Torps manager was hij onder invloed van antidepressiva. En zou vorige week ook al een keer zijn opgenomen. Met Olympische Winterspelen voor de deur wil Sochi nog snel een probleem aanpakken. Er zijn zwerfhonden in en rond de stad. Sommige zijn gevaarlijk en kunnen zomaar mensen aanvallen en bijten, zegt het bestuur. Volgens de autoriteiten zijn het er duizenden. De Spelen beginnen aanstaande vrijdag. Merel Westrik gaat het RTL Nieuws presenteren. Ze vervangt daar Suzanne Bosman, die jarenlang met Rick Niemann het gezicht van RTL Nieuws was. Westrik begon haar carrière bij de Amsterdamse zender AT5. In 2011 vertrok ze naar het ochtendprogramma van Wakker Nederland. In april begint ze bij RTL. Het weer zondagmiddag bij 5 graden in Groningen tot 8 in het zuiden. Morgen eerst nog zon, maar later vanuit het zuidwesten meer bewolking. Vanaf woensdag herfstachtig. En tot zover nog meer nieuws op Waterstad FM. Hey ZZP'er, je wilt het allersnelste internet voor 30 euro? Goede raad van UPC Business. Ga naar Access for All zakelijk. Meenom. Meenom. Meenom.